Ik denk dat jij je debuut anders had voorgesteld. Ja, ik had het zeker even anders voorgesteld. In één keer kreeg Mickey die rode kaart en ja, weet je dat je eigenlijk op moet. En met 10 man uit bij PSV, dan heb je zeker geen makkie. Ja, wat denk je dan? Ja, pakken wat je pakken kan, denk je eerst. En de eerste moment is die vrije trappen en dan moet je organiseren en dan gaat het gewoon beginnen. Kijk, je gaat de rust in met het idee van, nou weet je, we proberen het zo lang mogelijk vol te houden. En dan op het einde kunnen we nog voor eventuele gelijkmaker gaan. Maar dat is, na de 2-0, dan weet je wel dat je een verloren wedstrijd speelt. Ja, hoe zag je die rode kaart? Een diepe bal en Mickey komt uit, die komt in botsing. En de scheidsrechter zei direct van, ja, het is een rode kaart, maakt niet uit wie er nog bij loopt of wat er waar die bal naartoe gaat of zo. En je kunt het lang of kort over zijn, maar hij geeft hem en dan gaan we niet meer terugtrekken, die rode kaart. En dan, dan wordt het overleven. En dan probeer je in ieder geval nog de rust te halen met 0-0. Als dan in de laatste minuut voor rust zo'n goal valt, dan weet je dat het heel erg moeilijk wordt. En na de rust pak je een paar goede ballen. Geeft dat je vertrouwen gelijk in zo'n wedstrijd? Ja, zeker. Want net voor rust kreeg ik een goal tegen. En dan denk je van, zonde. En dan na rust pak je gelijk even 2 ballen. Dan zit je gelijk wat beter in en dan gaat het wel makkelijk. Ja, probeer je dan na rust die kleedkamer uit te gaan met zoveel mogelijk tegenhouden. En in het laatste met kwartier misschien gokken op een counter? Ja, eigenlijk zeg je precies hoe wij in de rust zaten. Probeer de 1-0 vast te houden, probeer tegen te houden. En dan zien we wel richting het einde, we hadden nog 1 wissel over. Als we die kunnen brengen, dan kunnen we misschien nog wat gaan proberen te forceren. Maar wat ik zeg, na de 2-0, dan is het klaar. En dan wordt het 3-0, 4-0. Maar het is een gelopen wedstrijd. Na rust proberen we dan die 1-0 vol te houden tot aan de laatste 15 minuten. Dat we dan misschien nog wat kunnen aanrichten, maar na rust viel gelijk die 2-0 en wordt het een beetje een lastig verhaal. Het zit dan ook niet mee dat Rick Dekker ook nog eens uitvalt? Nee, klopt. We zitten in een periode met heel veel wedstrijden en daar hebben we iedereen hard bij nodig. En dan valt Ricky uit met een, ik weet niet precies hoe het eruit ziet, maar laten we hopen dat het meevalt. Hij kreeg weer een rode kaart en dat kunnen we op dit moment eigenlijk niet gebruiken. Ja, het was een zware week, snel vergeten. Ja, het was een hele zware week en we hebben dinsdag alweer een nieuwe pot die ook heel belangrijk is. En dan speel we weer een thuiswedstrijd en dan moeten we weer vol voor gaan. Kijken nu zelf terug op deze avond? Ja, uiteindelijk wel een mooie avond. Ja. Ik heb 2 jaar als derde keeper gezeten en dit was echt de eerste keer dat ik als tweede keeper zat. En gelijk krijg ik mijn kans en het is mooi om zo mee te maken.